Yes, nou, voor de 15-jarige Ralf liggen alle mogelijkheden nog open. En op deze jonge leeftijd heeft hij al echt een succesvolle zangcarrière. Maar mocht dat gaan vervelen, dan kan hij altijd nog terecht als danser bij Holiday on Ice. En ik kan uit eigen ervaring spreken, dat is eigenlijk super en hartstikke leuk om te doen. Ja, juryvoorzitter Jane Hamelink ziet het helemaal zitten met deze jonge held opschaatsen. Maar hoe goed Ralf ook is, hij moet er iedere week weer keihard voor trainen. De 15-jarige Ralf Makkenbach laat iedere week opnieuw zien dat hij een wonderbaarlijk schaatstalent is. Oh. Je footwork is gewoon fantastisch. Alles wat je doet is zo goed afgewerkt. Ik geef je een 10! Een 10 voor Ralf! Ja, zo gaat dat! Ralf doet menig hart sneller kloppen. Ook deze meisjes zijn helemaal idolaat van onze ster. En wat kan ik van jullie leren? Ze willen hem graag laten zien wat ze kunnen. Oh. Mijn grote liefde zijn al mijn vrienden. En mijn schaatsman. Het is in het begin heel apart om intiem met iemand te moeten schaatsen. Want je leert er op de eerste dag kennen en dan zit je al eigenlijk hand in hand rondjes te schaatsen overal naartoe. Ik ken hem al goed en het is gewoon leuk. Ik ben single. Ik heb wel eens vriendinnetjes, schatje. Kom. De schreeuw om liefde in het nummer Love Song is vooral onherkenbaar. Overal waar hij komt staan er gillende meiden voor een handtekening, zelfs hier in de studio. En met zijn nieuwste kunsten op het ijs zal dit alleen maar meer worden. Samen met zijn partner Ellie is hier Ralf! Come on, baby, won't you pick up the phone? 'Cause I'm here on my own in my private twilight zone. I can't recall when I last had a laugh. My friends are talking behind my back. They'll worry about me when they go out without me. 'Cause I'm kinda stuck in a broken hearted state. I don't wanna think that it's too late for you and I to make things right. The sun is shining down on me and you. Wherever you are now, won't you listen to what I'm asking you to? Hold on, I'll sing you a little love song. I promise to make it short and sweet. Do you like it? Will you listen while I keep on singing? Ralf en Ellie, wauw. Ging goed, hè, Rolf? Ja, het ging wel lekker. De beentjes waren een beetje trillig, maar het ging wel. Ging het een beetje trillerig, of niet? Ja. Wat heeft iedereen vanavond? Komt het door het ijs? Ik merk gewoon dat het ijs een beetje anders voelt dan andere keren. Hoe was dat bij jou? Je staat er, je doet je ding, je let niet echt op het ijs. Wat smakken ze allemaal op het ijs, Nens? Er ligt in één keer een dood kuik op de vloer, zie ik. Ik wou net zeggen, deze is al een tijdje dood. Straks legt er nog een hele kipper in, maar goed. Het gaat hartstikke goed hier. Maar Rolf, om eventjes terug te komen, met wie ga jij Valentijnsdag vieren? Gewoon met je ouders en je broers en de familie? Gewoon gezellig met gezinnen en je weet, krijg ik nog wat brieven. Dat weet ik wel zeker, want er zijn natuurlijk heel veel meisjes die met jou heel graag Valentijnsdag zouden willen vieren. Kijk, er komt nu nog een dode hond het ijs op, we gaan de goede kant op. Ik hoop niet dat de dierenbescherming kijkt, want dan zitten we met een enorm probleem, maar het zijn hartstikke lief bedoelde knuffels. Rolf, we gaan naar jou terugkijken. Ralf, sorry. Ja, van de schrik, hè? Oké. Okay. Dit is knap, hoor, wat je doet.
Maar dan moet je enorm op die kanten gaan rijden en dat is lastig, hè? Ja, nou, ik had er heel veel moeite mee in het begin. Ik kreeg hem maar gewoon niet lekker op de binnenkant van mijn schaats. Maar hij ging nu gewoon echt goed, dus ik ben heel blij. Super. Ik zou zeggen, ga gezellig naar Nens en de jury. Ik ga voor eens wat honden en katten voor je oprapen van de vloer. Goed? Nou, Ralf, kijk eens. Ik heb nog reanimatie toegepast, maar dit is toch echt een soort van ontbindende fase. Dit is niet meer te redden. Maar jij bent nog wel te redden, want je hebt fantastisch geschaatst. Al zeg ik het zelf. Sita, vond jij het ook leuk? Ja, ik vond het heel leuk. Ralf, ik vind je helemaal te gek, maar dat wist je al. Een pirouette, alsof het niks is. Eigenlijk schaats je je hele kuur alsof het niks is. Maar je doet wel allemaal moeilijke dingen. Vooruit, achteruit, twee kanten op. Mohawks, drietjes. Ja, ik vond het weer helemaal top. Zijn partner kan niet meer schaatsen zo. Dat gaat toch niet meer lukken? Zet de handjes vol. Goed. Blijf zo staan, hè. Anders vallen ze. En er komt zo nog meer bij, toch, Geer? Ga ja, ik nog een paar. Mark, in de tussentijd. Ja, ik ben blij dat ze hebben goed geluisterd naar de commentaar van vorige week. Je hebt veel meer geschaatst dan gedanst. Qua schaats ging goed. Nog steeds, je begon met een swing mohawk. De benen een beetje horror. De sprong, die was ook een beetje een hele lage sprong. Je deed een hele prachtige arabesque in de binnenkant. Met een hele hoge benen, gestrekte benen, bedankt. Proberen nu samen, echt samen te werken. Heel vaak luisteren. Heel vaak als jullie schat niet als een paar, jullie schat allebei als een soloïste. En dat kan een stukje beter. Oké, okay, ja? Dus niet meer als een solist, maar meer als een paar. Weet je wat ik me wel afvraag, Ralf, even heel kort. Je hebt geschaatst en alle spanning is eraf en nu sta je te trillen. Waar komt dan die spanning vandaan? Nou, het is een beetje naar de hand, weet je wel. Dan heb je alles gedaan, dan ben je eigenlijk een soort van, nou, moe kan je zeggen. Maar is het een ontlading van de spieren dat nu alles ineens begint te trillen? Ja, ik denk het. Ik heb geen idee. We gaan het eens vragen aan de schaatscoaches. Maar we gaan eerst naar de punten. Jane. Nou, die spiraal aan de binnenkant was voor mij zo geweldig dat ik alleen een 10 kan geven. Oeh, dat is mooi. Hein. Een 9. Een 9. Altijd een puntje voor verbetering overhouden. Sita. Ja, je hebt hem weer binnen. Een 10. Een 10. Mark. Sorry, maar je moet een beetje realistisch blijven. Hier een 8. Een 8. Oké. Okay. Ja. Het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Maar het is wel een mooie 9,3 half. Dat is niet slecht. En die zetten we neer in het scorebord. En dan sta je onder Jenny Smit op een tweede plekje. Dat is niet slecht. Maar ja, met jurypunten alleen redden onze sterren het vanavond niet. Ralf heeft uw steun nodig. En vindt u dat hij een plaats in de show van volgende week verdient? Bel dan 0909-1359 of sms Ralf naar 4600. Ik heb geen idee hoe je van het ijs af gaat komen nu met al die knuffels. Maar ik wens je heel veel sterkte zo. Ralf! Nee!